In deze COVID-19-periode is het ook anders werken voor de verloskundigen. Dat zegt minister Amar Ramadien van Volksgezondheid in het kader van de Internationale Dag van de Verloskundigen die vandaag wordt gevierd. Hij haalt aan dat verloskundigen nu voor vele uitdagingen staan en toch hun werk zo goed mogelijk doen. Ik heb nog gisteren toevallig bij mijn bezoek aan de intensive care van het AZP een situatie gezien van een mevrouw die 32 weken zwanger was en COVID positief testte. En vanwege het feit dat ze symptomen had, eigenlijk IC-behoeftig was, er besloten moest worden om haar te verlossen van het kind. En gelukkig hebben we dat gedaan, of hebben de doktoren dat gedaan, aangezien zowel het leven van de moeder als het kind nu veilig zijn. En zie daar dus eigenlijk het belang van de verloskundige bij het verlossen. Men zegt het al, verloskundige, dus je wordt verlost van iets. Het is geweldig wat er gebeurt in de buik van een vrouw bij de ontwikkeling van een kind. En zeker ook een hele grote dank aan alle verloskundigen die zich de afgelopen periode ook anders hebben moeten werken. Het is een hele riskante job ook, want het kan ook besmetting plaatsvinden bij zo nauw contact met een mevrouw. De bewindsman zegt verder dat de centrale opleiding voor verloskundigen wordt overgeheveld naar COFAP, waarmee er meer zekerheid geboden wordt. Deze opleiding lag een hele tijd stil. De minister heeft eergisteren een conceptovereenkomst getekend. Heel goed, want daarmee kunnen we weer garanderen dat er meer verloskundigen opgeleid gaan worden. Er is zeker een grote vraag naar de specialistische gebieden binnen de verpleegkundige zorg ook. En zeker vandaag wil ik zeggen dat wij ook hebben gezeten met de COFAP-leiding om te kijken naar het doorvoeren van nog meer masteropleidingen binnen de verpleegkunde. Dus dat zijn zeker positieve zaken die wij moeten meenemen. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Hij feliciteert alle verloskundigen met deze dag.